Wij gaan verder met Erik Commissie. Hij is huisarts en meneer Commissie houdt zich ook bezig met TBC. Goedemorgen, meneer Commissie. Ja, goedemorgen. Hoe is het met u? Het gaat wel, het gaat. U bent huisarts en u houdt u ook bezig met TBC. Klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Tuberculose. Als wij kijken naar deze ziekte, meneer Commissie, dan vragen wij ons af wat de stand van zaken is in Suriname op dit moment als het gaat om TBC. Ja, u bedoelt voor tuberculose? Ja, toch? Tuberculose. Ja, nou, als we iets moeten zeggen over tuberculose. Tuberculose is er nog steeds in Suriname. We hebben bijvoorbeeld het afgelopen jaar hebben we 110 tuberculose gevallen gedetecteerd. In vergelijking met het jaar daarvoor hadden we dus 139. Het is een daling van zo'n 20%. Maar deze daling zien we dus eigenlijk wereldwijd. En er zijn dus mogelijke verklaringen hiervoor. Een van de verklaringen die men aangeeft is dat er minder gevallen ontdekt zijn vanwege misschien minder toegang van mensen tot de zorg vanwege al die maatregelen die genoodzaakt waren vanwege de COVID-pandemie. Maar aan de andere kant, tuberculose, de verspreiding van tuberculose is eigenlijk op dezelfde wijze als COVID. Dus de beschermende maatregelen die worden genomen in het kader van COVID, die kunnen dus enige bescherming ook bieden voor, of enige preventie voor het aflopen van tuberculose. Dus daardoor zou dus dat ook, doordat mensen zo massaal dus, zich hebben gehouden aan de Mohana-maatregelen, zou je daar ook minder tuberculose kunnen krijgen. Maar we moeten dus dan over een langere periode vervolgen om aan te geven dat die daling werkelijk komt doordat meer mensen dus mondkapjes zijn gaan aantrekken. En dus een betere hoesthygiëne. Ja, ik las vanmorgen dat de aanpak van COVID-19 hoop geeft voor de bestrijding van TBC. Klopt dat? Even die vraag herhalen. Ik las vanmorgen op een gerenommeerde medisch blad. En daar stond geschreven dat de aanpak van COVID-19 hoop geeft voor de bestrijding van TBC. Klopt dat? Dat de aanpak van COVID-19 de bestrijding van TBC. Ja, nou kijk, we hebben dus jarenlang gepleit dus voor betere hoesthygiëne. Dat mensen die hoesten, dat ze dus dat TBC moet worden uitgesloten bij mensen die hoesten langer dan 2 weken. Maar ook mensen die hoesten, die moeten dus dan een mondkapje aantrekken. Omdat TBC dus niet zo op een grote schaal aanwezig was in Suriname, dan kwam het verhaal niet zo dringend over bij die mensen. Yeah. Maar nu zien we dus dat bij COVID dat die mensen zich wel kunnen houden aan die maatregelen. Dus inderdaad zou de aanpak van COVID, zouden we daaruit kunnen leren en de zaken die in place zijn gesteld kunnen we toepassen ook bij tuberculose. Ja, maar de besmetting van deze ziekte vindt ook plaats als hoe men besmet kan raken met COVID-19. Klopt dat? Ja, dus tuberculose is een luchtweginfectie waarbij net als COVID, dus als mensen dus de bacteriën dus uitademen en iemand anders het inademen, dan zou je dus de ziekte kunnen oplopen. Tuberculose is wel een chronische ziekte, dus haast niet iedereen die de bacterie inademt
wat ziek en het, de ziekte verschijnselen die ontwikkelen zich zo snel. Ja. Oké. Okay. Maar de infectie is wel te genezen. Ja, dus in tegenstelling tot COVID, kijk bij COVID heb je dus een virus die de infectie veroorzaakt. Tot nu toe hebben we daarvoor geen medicijn, laat maar zeggen, dus geen effectieve medicijn voor een genezing. En bij tuberculose heb je dus dat de ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie. En voor die bacteriën bestaan er wel verschillende antibiotica waarmee je de ziekte kan behandelen. Tuberculose die behandel je wel langer, dus die mensen zijn tenminste 6 maanden lang aan de behandeling als het gaat om normaal gevoelige tuberculose. Ja. Als het gaat om resistente bacteriën, dan moeten ze iets langer. De WHO heeft aangegeven dat ze in 2030 TBC willen uitbannen. Gaan wij in de wereld dit doel halen? Denkt u? Ja, dus dat is het streven. En ik denk in het rapport zal men ook aangeven dus dat paar weken dus de COVID-pandemie dat er een setback is hierin. Omdat de bedoeling was dat we dus veel meer mensen dus die niet ontdekt waren, dat we dus die zouden ontdekken. En er zouden ook geïnvesteerd worden in nieuwe, veiligere medicijnen. Maar al die zaken zijn dus niet vanwege die aandacht voor COVID op de achtergrond gekomen. Dus daarom dat men adviseert dat ondanks de COVID-pandemie zo overweldigend is, dat we toch nog moeten blijven denken aan tuberculose, want tuberculose die is er nog steeds. En de focus op TBC dus niet verliezen. Dus nogmaals, iedereen die langer dan 2 weken hoest en koorts heeft, zou men dus moeten verwijzen voor onderzoek of tuberculose. Ja. Meneer commissie, wang TBC cliënt lopen morgen risico voor besmet na COVID-19? Of je met een vergelijking? Oké, dus kijk, iemand die tuberculose heeft gehad en vooral als die longen zijn aangetast, dan als die persoon COVID zou krijgen, bijvoorbeeld in contact komt met die bacterie, dan moet je dus aannemen dus dat die persoon dan een grotere kans heeft om een besmet te worden of een slechter verloop. Dus net als eigenlijk iemand die onderliggend lijden heeft. Dus zo zou je dat moeten zien. Maar er is niet echt wetenschappelijk onderzoek nog vastgesteld om te zeggen van dat de tuberculose op zich een verhoogde risico, maar je moet het meer zien als een onderliggend aandoening. En daarom is men bezig in bepaalde landen dus te kijken van hoeveel mensen tegelijkertijd tuberculose en COVID hebben. In Suriname hebben we dus niet echt, ik denk enkele gevallen maar hoor, hebben we gezien dat die mensen dus tegelijkertijd bij de ziekte hadden. Ja, waarom wordt deze ziekte de ziekte van de armen genoemd? Je bedoelt een TBC? Ja. Nou, maar, kijk, tuberculose kan hoe noem je dat? Iedereen kan tuberculose oplopen. Hangt er vanaf van de eigenschap van die specifieke tuberculose bacteriën. Dus ook al zou je goede weerstand hebben. En ook rijke mensen krijgen tuberculose. Maar ik denk dat men dat misschien zo noemt, omdat er een. Je ziet het vaker in, bij mensen met, in landen
waarbij de sociaal-economische situatie dus niet zo goed is. Dus in de armere landen heb je meer tuberculose. Vandaar dus die benaming. Maar iedereen zal zich die ziekte kunnen oplopen. Ja. En wereldwijd is deze ziekte 1,4 miljoen sterfgevallen per jaar. En als we kijken naar het aantal sterfgevallen van COVID-19, dan staat het even gelijk. Dus, asieke is gevaarlijk ook toe. Ja, het is inderdaad een ziekte die op de achtergrond is. Maar er gaan nog steeds mensen dood aan tuberculose. En vandaar is dat er op de wereldagenda staat dus om tuberculose in 2030 te sterk te laten verminderen. Ja, u bent ook huisarts en nu is de regering bezig met het vaccineren van mensen die dat willen. Bent u van mening dat deze vaccinaties ook gebracht moeten worden bij de huisartsposten of bij de huisartsen, zodat ze ook hun cliënten kunnen voorzien van het vaccin voor een vlottere verloop? Ja, er zijn wat logistieke uitdagingen. Eigenlijk de normale vaccinaties hier is dus dat men heeft gekozen dus om op bepaalde plekken dus, te vaccineren. Echter zeg ik van, ik denk dat omdat we dus zo massaal moeten vaccineren, dat men toch even moet kijken naar een mogelijkheid. Al is het in de vorm van mobiele units die bij bepaalde grote huisartsenpraktijken kunnen gaan en daar de vaccinatie kunnen doen. Omdat je ziet dat bepaalde mensen toch willen prikken, het vaccinatie willen nemen, maar de moeite niet willen nemen om eigenlijk in een drukte te gaan. En de vertrouwde omgeving van de huisarts, denk ik dat ook een mogelijkheid is die men sowieso moet uitproberen. Zo gauw we voldoende een vaccin hebben. Ja, tot slot, kunt u een waarschuwend geluid sturen richting de mensen om thuis te blijven gedurende deze lockdownperiode die de regering heeft aangesteld? Ja, dus wat ik aan de mensen wil aangeven, kijk, het is geen prettige maatregel, maar er is een aanleiding om deze maatregel te nemen. We kijken aan tegen een zorgsysteem dat eigenlijk het niet meer aan kan. Te veel mensen worden ziek. Er zijn geen opvangfaciliteiten voor die mensen. En het gezondheidspersoneel die raakt vermoeid. Vandaar dus dat ik zou oproepen om gewoon deel van de oplossing te zijn. En als het niet nodig is om op straat te gaan, laten we gewoon het offer brengen om deze periode van lockdown niet onnodig op straat te gaan. Maar belangrijker, als we moeten gaan, laten we ons houden aan de maatregelen van Mohana, dus mondmasker, je handen ontsmetten en fysieke afstand houden. Dus dat zou ik die mensen dus willen aanmoedigen om even door deze tijd te gaan, zodat we dus een verlichting kunnen krijgen in de situatie en dan weer kunnen bijkomen en kijken hoe verder met de aanpak van deze ziekte. Dank u wel, meneer Erik Commissie, en succes met uw werk. Graag gedaan, dank u. Ja. Dat was Erik Commissie. Hij is arts en a bigiman die zie ik ook toe a TBC na in Nkondre. En a brokem tjinso pe a leg uit dat eigenlijk TBC, je kiezing,
ook toen ik van UX COVID. Maar vanwege COVID, vanwege weer een mond- en neusbedekking, vanwege wasu aan op tijd, dan TBC of de gevallen voor TBC dalen. Jana in Zwitserland konden, want vorig jaar we op 139 gevallen en een jaar is op 110.